Hallo allemaal, leuk dat je weer kijkt naar alles over geld. Zoals ik al eerder had aangekondigd, in mijn video's wilde ik gaan beginnen met een dividendportfolio. In deze video ga ik jullie meenemen van A tot Z hoe ik ga beginnen met deze portfolio. Gaan we alvast wat orders plaatsen. Als je nieuw bent op het kanaal, abonneer dan zeker voor meer content. En klik gelijk even op die blauwe duim. Kunnen we gelijk beginnen met de video. Nou goed, ik was dus al een paar maandjes bezig met het hele onderzoek naar dividendaandelen. Toen heb ik begin van deze maand even een klein vraagje gesteld op Twitter. Wat nou een goede tweede broker zou zijn. Voor het aanmaken van deze dividendportfolio. Ik heb het graag gescheiden. Ik hou graag op mijn iToro, e gewoon mijn ETF's. En dan op een andere broker met dividendportfolio. Kreeg ik onder andere een reactie van Paul van Leven van Dividend. Dat hij Bux wel een goede broker vindt. Nou, mijn plan is om maandelijks in te leggen. En tussen de 400 en 600 iedere maand in te gaan leggen voor deze dividendportfolio. Dus ik heb uiteindelijk ook gekozen voor Bucks omdat ik maar drie orders per maand ongeveer wil doen, komt het eigenlijk perfect uit. Want via Buxero kan je dus commissieloos drie orders per maand doorvoeren. Europese aandelen dan wel te verstaan. Voor Amerikaanse aandelen wordt er dus soms een fee gevraagd. Maar omdat ik eigenlijk mijn dividendportfolio wil opbouwen uit voornamelijk Europese aandelen, was dit voor mij een prima keuze. De enige kosten die er eigenlijk aan verbonden zijn, is 3 euro service fee die je maandelijks betaalt. En deze fee wordt natuurlijk procentueel gezien iedere maand een beetje minder. Omdat die 3 euro natuurlijk ah, steeds lager procent wordt van het totale bedrag dat je hebt. Nou, Bugs is wel alleen op de telefoon beschikbaar. Dus op een app op je telefoon. Dus dat laat ik zo meteen zien. Ik heb een screenopname gemaakt. Hoe dat er precies uitziet. Althans, zo meteen. We gaan nu gewoon gelijk even kijken naar die app. Plaatsen we ook gelijk de eerste orders. Zo, dan komen we nu aan bij de app. Even met Visa die inloggen. In mijn watchlist heb ik eigenlijk al de aandelen gezet die ik in mijn video's ook heb besproken. We hebben bijvoorbeeld NNGroep, KPN, Shell, AHOLD, Azer. Eerst gaan we natuurlijk even geld storten. Dat kan middels Tiki, dat is best wel handig. Klik gewoon op de link. En vervolgens kies je het bedrag wat je wil overmaken. 450 euro kiezen we deze maand voor. Dan word je gewoon doorgestuurd naar de site van Tiki. Nou, en zo gezegd is zo gedaan. Geld overgemaakt. En het geld staat gewoon netjes op het account. Dan gaan we nu beginnen met het eerste aandeel wat we vandaag gaan kopen. Dat is NN Group. Maar voordat we dat doen neem ik jullie eerst weer even mee naar deze sheet die ik toen de tijd ook heb gemaakt. Waarom heb ik nou NN Group uitgekozen? Ik probeer een beetje te richten op bedrijven met een gezonde payout ratio. Een payout ratio tussen de 40 en 50 procent. Is voor mij in het begin wel een beetje de max. Afgelopen jaar hebben zij een winst per aandeel gehad van zo'n 6,5 euro, waarmee ze op een dividend yield van 6,5% uitkwamen, oftewel 2,60 cent dividend per aandeel. Ze betalen uit middels een interim dividend en een slotdividend. Dat interim dividend krijgen altijd in het jaar zelf en dat slotdividend krijgen eigenlijk het jaar daarna pas. Daarnaast is NN Group dit jaar tot nu toe nou, redelijk afgestraft, dus qua prijs ziet het er ook een stuk beter uit nemen we tot slot nog even de dividendgeschiedenis van het bedrijf mee. Eigenlijk zie je dat sinds de start in 2014, en er is natuurlijk een afsplitsing van de ING, is het final en het interim dividend elke keer gestaag gestegen. Dat is ook waar ik naar op zoek ben. Bedrijven die het dividend verhogen of in ieder geval stabiel hebben. Alleen hier in 2019 hebben ze even geen slotdividend uitgekeerd, maar dat hebben ze extra terugbetaald in 2020. Dus, wat mij betreft, een prima eerste keuze voor mijn dividendportfolio. Dan gaan we nu de orde plaatsen. Dat doen we natuurlijk via een Buxero-orde, omdat die commissieloos is. Kiezen we het aantal aandelen dat we willen kopen? Nou, we kiezen voor 5. Hop, orde plaatsen. En dan vanaf 4 uur wordt de orde gevuld. Het is nu nog iets vroeger, zoals je kan zien. Aan het eind van de video laat ik dan natuurlijk gewoon zien hoe dat eruit ziet. Gaan we gelijk door naar aandeel 2, ING. Voor ING, ik dacht dat ik in die vorige video ook ING had meegenomen, maar dat was dus blijkbaar ABN AMBRO. Geldt ook een payout ratio van 50%. ING is gewoon de grootste bank van Nederland en ik verwacht dat zij met die stijgende rente, in ieder geval dit jaar en misschien ook wel de komende jaren, daar echt wel flink van kunnen gaan profiteren. Een bank die heeft natuurlijk profijt van als de rente hoog is, want dan kan er veel geld verdiend worden. Afgelopen jaar hadden ze een winst per aandeel van 1,50. ING is dit jaar qua koers redelijk gelijk gebleven. Ze zijn natuurlijk na de kleine bankenrun in Amerika wel een klein beetje afgestraft hier, maar dat hebben ze inmiddels alweer hersteld. Zij werken normaal gesproken ook met een interim en een slotdividend. Af en toe hebben ze een additional dividend uitgekeerd, zoals in 2021. En in 2022 zelfs twee keer additional dividend. Ik denk dat het er voor ING gewoon heel goed uitziet. En dat zij de komende jaren met die hoge rente gewoon echt serieus geld nog gaan verdienen. Dus vandaar is ING het tweede aandeel wat ik ga aankopen. Dus daar kiezen we 13 aandeeltjes voor. ING is niet zo'n duur aandeel. 13 stuks 155 euro en 38 cent orde geplaatst. En dat is dan nummer 2 voor vandaag. En zo ziet het er dan uit in je dashboard. Als je orders dan geplaatst zijn. Dan gaan we nu even door naar de laatste: Sanofi. Dit is uit de video 3 Europese aandelen. Sanofi is natuurlijk die Franse medicijnenboer. Die heb ik zoals ik net al zei in die vorige video besproken. Ook gewoon met een zeer gezonde payout ratio. Afgelopen jaar met een winst per aandeel van 6,70. Zij keren één keer per jaar dividend uit. En waarom ik hun toen heb uitgekozen is omdat zij gewoon een hele, hele erge dividendgroei hebben laten zien. Dus dat betekent dat ze eigenlijk ieder jaar het dividend verhogen. Dat ziet er even snel als volgt uit. Zoals je ziet zijn ze eigenlijk in 2000 begonnen met een dividend van 44 cent. En hebben ze dit ieder jaar mooi opgehoogd. Tot nu in 2022 een dividend van 3,56 euro. Die toevallig aankomende donderdag wordt uitgekeerd. Ook zorg ik voor deze manier voor een stukje spreiding binnen mijn dividendportfolio. Ik heb nu eigenlijk een verzekeraar, een bank en een bedrijf in de gezondheidszorg. Dus ook hier in deze portfolio zet ik niet al mijn geld op één paard, maar probeer ik het gewoon lekker te verdelen. De banken en verzekeraars hebben over het algemeen een wat hogere dividend yield dan bijvoorbeeld Sanofi nu. Maar voornamelijk de dividendgroei van dit bedrijf spreekt me heel erg aan. Vandaar dus mijn keuze op Sanofi. Die gaan we dus ook nu gelijk aankopen. Met overgebleven bedrag kunnen we nog één aandeel van Sanofi kopen. Zo, de orde wordt nu bevestigd. En die komt ook gewoon weer vanaf 4 uur in mijn lijst te staan. Ze staan nu zo klaar. En hoe ze eruit ziet, knip ik even met mijn vingers zo. En dan zijn ze gevuld. Nou, zoals je ziet zijn alle orders nu gevuld. Het is vandaag dinsdag dat ik aan het opnemen ben. Het voorste stukje had ik op maandag opgenomen. Helaas zijn wel alle aandelen die ik gisteren heb gekocht vandaag flink in de min gegaan. Maar ja, dat is niet anders. Het hoort erbij. En zoals je kan zien heb ik een aandeel erbij gekregen. Egon. Dit is een aandeel dat ik gratis heb gekregen van Bux. Dus dat is alleen maar leuk en mooi meegenomen. Zo ziet mijn portfolio er dus nu uit. Iedere maand geef ik hier ook gewoon een update van. Iedere maand koop ik beide. Daar zou ik ook gewoon een video over maken. Bedankt voor het kijken naar alles over geld. Tot later.